Nou, kijk dan toch. Auw! Huiselijk geweld. Tot 2 jaar geleden waren het met name de slachtoffers die hun koffers pakten en vertrokken. Maar sinds januari 2009 is er een nieuwe maatregel waar burgemeesters gebruik van kunnen maken. De dader 4 weken de toegang tot een woning weigeren. Een huisverbod. Hulporganisatie Hera zorgt dan voor de begeleiding. Wij spreken die plegers vaak in de politiecel en dan heb je wel een andere situatie. Dan kun je wel veel beter met mensen, kort na het incident, met mensen praten. En dan zijn mensen vaak ook veel meer gemotiveerd om te praten over wat er aan de hand is. Regionaal zijn er in Gelderland grote verschillen te zien bij het toepassen van een huisverbod. De Nijmeegse burgemeester Tom de Graaf, verantwoordelijk voor het beleid in Gelderland-Zuid, vindt een huisverbod een goed, maar wel erg zwaar middel. Met 215 huisverboden steekt Gelderland-Midden sterk boven de andere Gelderse regio's uit. Volgens de verantwoordelijke Arnhemse burgemeester Krikke heeft de regio Midden al vanaf de invoering bovenop het onderwerp gezeten. Het is duidelijk dat ze bij Hera een huisverbod een doeltreffend middel vinden. Ik vind dat de afweging tussen de privacy van mensen om tijdelijk uit huis te gaan tegen het geweld wat er gepleegd wordt en om dat effectief aan te pakken, dat die balans door moet slaan naar de meer effectieve aanpak. Uit een landelijke evaluatie blijkt dat het middel van het huisverbod ook meer ingezet kan worden in situaties waar specifiek sprake is van kindermishandeling.